rand staat een weeshuis waar een gruwelijke weeshuisbaas het verrukkelijk vindt de arme weeskinderen te slaan en te treiteren. Leg eens door! Napoleon werd erg baat. Hij was er aan niet lachen! Om zin te krijgen. Zijn hier! Als hij koning gemaakt van Spanje. En zijn ik zei toch lees door hoor! De regering in Den Haag was alle dagen aan het kibbelen. De monsters, de graven. Wat is dit? Wat is dit? Hier! De kracht van de kindertelefoon. En wat is dat kindertelefoon gedoe? Jij weet hier zeker meer van. Zeg op! Kijk maar eens wat je praat. Komt het zomaar uit de lucht vliegen? Dania, eruit! Wie heeft hier nog mee te maken? Erin kan zien. Weg! Nu! We komen hier nooit meer weg uit het stomme weeshuis. Nee, kijk. Ik heb het telefoonnummer van mijn kindertelefoon. Ik heb een plannetje. Kom snel, je moet ons helpen. We worden geslagen in het weeshuis. Voor wie dan? Door onze baas. Oh, ze komt eraan, ik moet ophangen. Hallo? Hallo? De kindertelefoonheld belt de politie. En snel gaan ze samen naar het verschrikkelijke weeshuis. Nou, klinkt inderdaad niet goed. Dat gaan wij wel oplossen. Reken. Dus je wil niet luisteren? Wacht maar! Goedemiddag. Goedemiddag. Wie heeft dit gedaan? Wie? Ik. Jij slaat kinderen. We moeten ook haar schoenen poetsen. Elkaar haar schoon maken. Dat is helemaal niet waar. Hoe komen jullie erbij? Ik ben toch zo lief voor jullie geweest. Ik bak pannenkoeken. Laat me los! Hey. Yeah. Jongens, ik ga zorgen dat jullie allemaal een nieuwe thuis krijgen. Yeah. En zo gebeurde het dat de afschuwelijke weeshuisbaas de gevangenis inging. En alle weeskinderen een fijn nieuw thuis kregen. En het meisje, die mocht voortaan wonen bij de kindertelefoonheld. En hielp haar bij de kindertelefoon. Want we moeten blijven vechten voor de kinderrechten.